Hallo en welkom bij Pulse Model Twijnstof. Met heel veel nieuwe dingen, nieuwe zolder, nieuwe werkplek, maar ook een nieuwe camera waar ik nog even aan moet gaan wennen. Maar vandaag wil ik iets doen, iets ouds, iets wat ik al een tijd wilde doen en met al het opruimen kwam ik hem weer tegen. Mijn oude Fleischmann catalogus met plakband in elkaar, omdat hij al uit elkaar viel, omdat ik er zoveel in gebladerd heb als kind. 94, 95, dat maakt hem nu 30 jaar oud, grofweg, misschien 29. En ik heb deze van kaft tot kaft gelezen. En oh, wat is het hier nog een rommel. Want dit was de heilige graal van alles wat ik al zou willen, maar zeker niet kon betalen. Ik weet dat ik de prijslijst er ergens nog van heb. En hij lijkt niet in het boek te zitten. Dus die ligt hier nog ergens opgeborgen. In guldens natuurlijk. Maar dat was onbetaalbaar voor mij. Ik begon natuurlijk altijd te zoeken naar NS-materieel. Wist ik toen veel dat ook dit ICE's en ICEC en de OBB en SPB allemaal heel erg interessant was. Ik ben altijd meer van de techniek geweest. Ik vind het heel mooi hoe het eruit ziet, maar als ik dit zo op een rijtje zag. Man, wat had ik dat graag willen hebben. En wat ben ik blij dat ik dat niet gekocht heb. Aangezien nu alles DCC is en deze centrale heeft het nog een paar jaar volgehouden en toen was het klaar. En inmiddels, er zijn nog een paar van die oude dingen te krijgen die zowel FMZ als DCC kunnen doen. Maar dit is een jammerlijk mislukt project geweest. Ja, die startersets. Ik geloof dat ik had deze, die starterset. Ja, of deze, dat weet ik niet meer. In ieder geval met die loskoppeldingen en ik denk dus ook met die bochten. Deze starterset had ik. Die wilde ik, maar die had ik natuurlijk niet. Die had een vriendje van mij. Prachtig ding. Hartstikke mooi. Ja, en die ICE. Hoe wit die hier is. En hoe moeilijk het nu nog is om een witte te vinden. Want ofwel de... Ik weet niet of het de doos is. Maar ik heb het idee dat alles wat ik online zie allemaal vergeeld is. Ja, de profirail. Ja, ik had natuurlijk... En nog steeds trouwens. Gewoon ouderwetse... Zeg ik altijd ouderwetse van die open rail. Gewoon zo en dan zelf ballast er tussen doen of niet. Dat heb ik eigenlijk altijd gedaan. Ik heb nooit gekeken naar die profirail hier. Ja, en dan, dit kon je maken. In theorie. Hup, drie trafo's erbij. Want ja, je moest natuurlijk die trafo's per buitenbocht, binnenbocht en dan het binnenstuk was allemaal apart de transformator. Want anders kon je er niet meer rijden. En ja, dan van die treintjes van 3-4 lang erop. Ik kan me nu niet meer voorstellen gezien dat ik dus probeer alles op echte lengte te hebben. Dan zou deze tot hier komen. Ja. En dan nog zo'n smalle boogstraal. Dit was inderdaad leuk voor onder je bed. Maar als je een beetje ruimte hebt. En de stoomlocomotieven. Ik heb dus dit kolengruis nog steeds liggen. Want ik vond dat zo leuk hoe dat eruit zag. Maar... nooit echt zelf iets na kunnen maken op die schaal. Ik ben nog steeds bezig met mijn moestuin tenslotte. De Anna, ja, god, die heb ik ook wel een heel aantal gehad. Op een gegeven moment kreeg je die bij een pakje boter zo ongeveer. Als je ergens een locomotief online vond, een grotere partij, zaten altijd een paar Anna's bij. Baan, ja. Oh, wat vond ik dit mooie dingen. Ik heb er wel een paar nu. Maar geen met FMZ natuurlijk te vinden. Allemaal later nog achteraf voorzien van een decoder. Of misschien gewoon veel latere modellen. Is dit een 01? Oh nee, dit is nog geen eens een 01. Die moet hier toch ook nog in staan. Ja, kijk, oh, wat had ik die graag op mijn baan gehad.
Ja, de 01. Kijk, prachtig. En dit dan met die hoge snelheidskappen erop. Ik heb hier aan zitten vergapen, ja. Ja, en deze, die kreeg je ook overal bij. Dus die, ook, die heb ik nog steeds een paar liggen. En deze ook nog. Nooit van kunnen dromen dat ik die zou hebben. Ah, ja. Toch. Tandrad vond ik machtig interessant. Niet dat ik toen ooit in Zwitserland was geweest. Niet zelf geweest dan België toen de tijd. Dus dit vond ik heel erg leuk. Met die tandrad ook. Maar ja, nooit de baan gehad om dat echt te doen. De ruimte gehad. Zou het nu kunnen. Maar, nou, laten we eerst eens even afmaken wat al is. Oh ja, de eerste nestloop die erin stond. Die heb ik dus inmiddels ook liggen. Misschien zelfs wel met dat nummer erop. Maar het echt leuke bron blijft nog bij de trein stellen. Deze altijd ontzettend leuk vonden. Deze heb ik dus ook gehad. Heb ik uiteindelijk weer verkocht. Het paste gewoon niet bij de hele baan. En die van mij die deed niet. Dat kantelen. Maar hier begon het leuke. Jawel. De 4407, de 4470, de 4472. Wat heb ik daar al lang naar gezocht? Model van het jaar 1987. Dat zal vast wel, ja. En je vergapen natuurlijk aan de IC. Met dubbele pantografen voor het treinverkeer. Duitsland, Zwitserland. Prachtig. Uiteindelijk heb ik deze nog steeds dus niet. Ook omdat dus deze, volgens mij zijn deze treinstellen 1 op 100. En ik heb toch het meeste nu wel op ware lengte. Dus het staat nog wel op de verlanglijst om een keer een IC1 en een IC2 natuurlijk erbij te hebben. Maar ja, dan zo'n trein. Oh, dat had ik het leuk gevonden. En geen plekken voor. Maar nu, wie weet. Ja, dit is altijd al wat minder interessant. Rijtuigen, ja. Ik vind het leuk om hier nog doorheen te bladeren. Kijk, de eerste NS, maar ook gewoon nog die haakkoppeling van toen. En ook van die korte. Deze heb ik ook een tijdje wel gehad, maar het ziet er niet uit als je die naast die 1 op 87's laat rijden. Ja, nee, dit weet ik nog wel, ja. De magische lengte van 282. Dat is dus nog steeds te kort. Daarmee kon het allemaal door de bochten en ging het allemaal precies en was het heel mooi en weet ik wat allemaal. Maar de juiste lengte moet eigenlijk 303 zijn. Maar toch heeft Fleischmann gekozen voor 1 op 93.5 en dat is zodat het door de bocht kon. Daar kwam het een beetje op neer. Best mogelijke nabootsing in combinatie met bedrijfszekerheid. Of neem grotere bochten, Fleischmann. Alles hier is nog met. Oh, en hier zie je al wel de profi-koppeling eronder. Ja. Nee, ik heb me als kind hier ontzettend in lopen vergapen. Het is leuk om een keertje te kijken wat er nu hier ligt en wat er hierin staat. Volgens mij zit daar best wel wat overlap in inmiddels. Zeker in de afdeling goederen wagons. Wat toch redelijk nog wat Fleischmann heb. Ook omdat, ja, ze zijn wat. Ik weet niet of ze korter zijn dan de werkelijkheid, maar dat zie je niet op zo'n geheel. Ja, die stond zeker op mijn lijstje. Heb ik ook wel gehad, maar het paste niet. Ja, en de simpele roterende reinigingswagen zonder vloeistoffen. Nou, ik heb er nog steeds twee, hoor. Die rijd ik af en toe rond. Ontzettend makkelijk. En dan dit. Ja, deze hele lange brug. Jawel. Die heb ik liggen. Die kwam ik laatst weer tegen van toen, van vroeger. En dan ook maar met één wagon van deze, dus zonder klep erop. En inmiddels twee misschien. En dan kon je zo achteruit rijden en dan kon je lossen. En dat deed ik dus weer met die kolengruis. Dus dat hele ding helemaal zwart, dat bakje smerig. En eigenlijk wilde ik dus dit na gaan bouwen.
waarbij je zo'n los systeem had, wat dan ergens in een bak kwam, die dan weer kon overlossen in een andere trein. Die eigenlijk met één trein op en neer kon blijven rijden. En alles geautomatiseerd met de computer. Nou joh. Maar dat was toen nog veel te jong daarvoor. En zelfs nu denk ik, wat een klus. Toch niet, daar ga ik toch niet aan beginnen. Aan al die tijd werken. Ja. En dit hier heb ik maar vergaat. Dit moet toch, als ik het zo zie, ik zou zeggen, het is Hamburg of zo. Of heeft iemand dit nagebouwd? Dit is prachtig. Ja, nog steeds. Ja, al die wissels wilde ik natuurlijk hebben. Nou, deze heb ik genoeg op mijn rangeerspoor waar ik nog mee bezig ben om het weer te herstellen. Hoge snelheidswissels heb ik nooit gehad. Wel heel veel van deze. Ja, één van deze, heel van deze. En nog steeds op de rangeerspoor en dus ook op mijn opstelspoor hier onder deze kast. Ja. En nou die, ja, alles in elkaar zetten. Overgangen. Wow. Gapen. Kijken. Maar vooral kijken en niet kunnen kopen. Kijk nou. Prachtig. En je kon er zelfs op staan. Nou. Ik ken dus wel mensen met deze rails, maar ja. Het was voor mij niet nodig. Supermodel draaischijf met profirails en breimolen loods. Nou, wat een vermogen moet dat gekost hebben. Dat zijn had ik, ja. Die niet, nee. Nee, volgens mij alleen deze en dan zo met zo'n kastje erbij. Nog steeds heb ik die kastjes liggen. Ja. Hier zaten allemaal dingen bij. Van blokjes en... Even kijken. De 6425 schakelcontact. Voor het geven van schakelimpulsen. Voor de verbinding met de schakelmagneet. Jongen, jongen, jongen. En nog een schakelcontact. En nog een schakel voor het automatisch bedienen van wissels en relais voor de rijdende trein. Oh, hier gaat een trein overheen. En daar zitten die knopjes dus voor onder van die oude locomotieven. Die drukken hier tegenaan. Dan komt dit in contact en dan kun je de wissel bedienen als er een trein aankomt. Dat was het idee, ja. Ja, nooit in de praktijk gezien. Wel een kortkoppelmechanisme, maar ik had op dat moment eigenlijk alleen maar Lima. Dus dit was futuristische toekomstmuziek. En nu gewoon standaard. En trafo's, en trafo's, en het bloksysteem. En knopjes, en deze, en deze. En oh, dat, oh, fantastisch. En daarna de digitale meertreinenbesturing. Helemaal gelezen. Met computerkabels. Wat ik allemaal wel niet meer zou kunnen doen. En dan ging het over op N-rails. Ja, daar had ik niks mee. Magic Trains, nee. Niet Magic Trains. Dat was het allemaal niet. Kaft tot kaft. Echt waar. Nou, ik neem aan dat ik niet de enige ben die deze dingen van kaft tot kaft gelezen heeft. En er gewoon een kwartier over kan doorbladeren. Die oude catalogussen. Ik zou zeggen, deel ook wat je hebt. Laat het weten in de comments. Herken je deze, gewoon deze trip down memory lane, zoals ze zeggen. Van zo'n boekwerk waar je vroeger van hebt lopen smullen. En als je dan nu kijkt naar wat je hebt of zou willen hebben. En hier zitten nog steeds dingen in van denk, ja, graag. Alleen, ja, wel wit en niet geel, niet verkleurd. Wel digitaal, DCC, niet FMZ en zo. Maar ik vind dit nog steeds, ik kan hier nog steeds uren doorbladeren. Dus dit wil ik met jullie delen.
En bedankt voor het kijken. En tot snel.